Open your player. Let's go. Oké. Het is samen met Gran Turismo de best verkochte racegame ooit. Mario Kart. Dit tekenfilmachtige kartspel debuteerde op de Super Nintendo en verscheen uiteindelijk ook op de Game Boy Advance. Halverwege deed de reeks de Nintendo 64 aan, in 1997 om precies te zijn. Er is iets vreemds met de beelden van deze versie. Hoewel de Nintendo 64 prima in staat was om driedimensionale objecten op je tv-scherm te toveren, was Mario Kart 64 niet volledig in 3D uitgevoerd. Kijk goed naar de racewagentjes met bijbehorende Mario-figuurtjes en je ziet dat ze stiekem plat zijn. Het zijn geen 3D-voorwerpen, maar zogenaamde sprites. Om rekenkracht te sparen genereerden de makers simpelweg een aantal versies van de racers. Vanuit verschillende hoeken voor iedere rijrichting 1. Naast net niet 3D is Mario Kart wel een ontzettend leuk spel. Aan de oppervlakte lijkt de gameplay simpel, maar vergis je niet. Je kunt pas echt winnen wanneer je de banen kent als je broekzak en je geen enkele shortcut mist. En naast racen moet je ook het gebruiken van power-ups onder de knie krijgen. Verder heb je de Power Slide nodig. Een mechanisme waarmee je door bochten glijdt en een snelheidsboost verdient. Mario Kart 64 was de eerste versie die je maximaal met z'n vieren kon spelen. Een succesnummer voor iedere knalvijf. In multiplayer kon je niet alleen tegen elkaar racen, maar ook strijden in de battle mode. Iedere kart kreeg erin 3 ballonnetjes om zich heen. Wie als laatste ballonnetjes over had, die won. In november komt Mario Kart Double Dash naar de GameCube. Een spel waarin de beelden voor het eerst in de Mario Kart geschiedenis wel 100% driedimensionaal zijn.